Aangespoord door de dood van de Russische oppositieleider Navalny kondigde de Europese Unie, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vandaag nieuwe, scherpere sancties tegen Rusland aan. The US is set to unveil a new round of sanctions against hundreds of people and companies linked to Moscow's war machine over the death of opposition leader Alexei Navalny and the ongoing war in Ukraine. It's part of a coordinated Western effort to pile pressure on the Kremlin, with Britain also announcing new sanctions on Thursday and the European Union the day before. Despite more American sanctions coming and accusations of murder, President Putin appears pleased that what matters to him most, his war in Ukraine, is finally making progress. Ja, bij mij aan tafel de voormalig ambassadeur in Rusland Ron Keller en Amerika-deskundige Raymond Mens. Er is een gevoel van de afgelopen week, denk ik, nog meer door Navalny van een soort internationale machteloosheid. Straks over die sancties, maar even nieuw nieuws van net. De moeder van Navalny heeft een ultimatum gekregen. Ze moest binnen 3 uur beslissen of ze haar zoon in stilte op een geheime plek zou begraven. En als ze dat niet zou doen, krijgt ze haar zoon niet en wordt hij vermoedelijk in die strafkolonie zelf begraven. Precies. Ja, in stilte. En dat betekent dus ook dat er geen echt onderzoek kan worden gedaan naar de doodsoorzaak, dat het allemaal heel snel letterlijk en figuurlijk onder de grond geveegd wordt. Ja, ik begrijp dat die moeder dat ultimatum niet accepteert. En ik begrijp dat heel goed, want ze wil natuurlijk de waarheid weten over wat is er met mijn zoon gebeurd. En dat willen we allemaal weten, maar zij als moeder heeft daar nog meer recht op. Ja, alleen u gebruikt nou woorden, hoewel we hadden afgesproken dat we zouden tutoyeren trouwens. Maar dus ik zeg het anders. Je gebruikt nu woorden van ze accepteert het niet. Maar ze heeft natuurlijk niks te accepteren. Dat is de machteloosheid van deze kwestie. Eigenlijk. Dat klopt. We zijn allemaal machteloos. En dat geldt voor haar ook. En dat is het is een onvoorstelbaar drama. Ja, hoe bruut kan een regime zijn? Ja. Laten we beginnen om die machteloosheid misschien enigszins te beteugelen door te kijken wat kan je als het gaat over sancties. Raymond, de Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd. Welke zijn dat? Ja, dat is een lijst van 500 tot 600 nieuwe sancties. En dat varieert van het specifiek targeten van bedrijven die bijvoorbeeld onderdelen maken waar je wapens mee zou kunnen maken of die belangrijk zijn voor de Russische economie. En ze hebben een aantal personen geselecteerd waarvan zij zeggen die hebben iets te maken met de moord op Navalny. En we gaan beperken dat zij bijvoorbeeld nog vrij kunnen reizen of dat ze bij hun tegoeden kunnen. Maar ja, ik zie jouw gezicht al een beetje. Dat klinkt als meer van hetzelfde. Ja. En dat, je had het net over moedeloosheid. Dat klonk ook wel een beetje uit de woorden van president Biden toen bekend werd dat Navalny vermoord werd. Hem werd gevraagd, hè, nou, u heeft gezegd dat is echt een hele grote rode lijn. En dan moet Rusland boeten als dat gebeurt. Wat gaat u daar nu aan doen? En toen zag je de president zuchten. En hij zei, ja, maar dat heb ik gezegd voordat de oorlog in Oekraïne startte. Ik heb inmiddels zoveel sancties al opgelegd. Hij liet ook heel duidelijk blijken, wat kan ik verder nog? Dus het zijn 500 tot 600 nieuwe sancties, maar het is ook een beetje een moedje. Ja, het gekke is eigenlijk, voor jullie beiden, dat je zou denken, hoe kan het dat er sowieso nog ruimte is voor meer sancties? Waarom zijn niet alle sancties die je maar kunt voorstellen al lang ingesteld? Ja, dat is een goede vraag. Je zou zeggen, ga meteen tot het maximale. Onderhand. Omdat je die oorlog onmiddellijk wil stoppen. Hè? Ja. Die sancties zijn van begin af aan ingezet met het idee van, ten eerste om een soort van daad te stellen. We moeten laten zien, dit is voor ons niet acceptabel. He, gewoon de norm te stellen. Ja. Oorlog voer je niet meer in 2024. Dat heeft een vorm misschien dat we dan die mooie schepen of die huizen of zo zien, dat die dan van de oligarchen aan de ketting liggen. Ja, maar dat is dan ten tweede is vervolgens, als je de norm hebt gesteld, hoe effectief ga je ze maken? Daar kunnen we misschien zo over doorpraten. Maar er is eigenlijk voortdurend het idee geweest, we gaan er ook nog een wortel aan vasthangen. We komen met een stok, maar ook met een wortel. Dus Poetin, als je er nu mee stopt met die oorlog, dan worden de sancties niet erger. Dat is het idee wat erachter zat. Vandaar dat je dus nu al, we zijn het 13e pakket, geloof ik, in Europa bezig. En iedere keer blijft die wortel maar hangen. En zou je bijna zeggen, zullen we gewoon nu eens tot het maximale gaan? En zelfs dan is nog de vraag of ze werken. Maar het klinkt toch een beetje onbenullig om maar constant met die wortel te blijven leuren in zo'n oorlog? Ja, klopt. Maar wat is het alternatief? Dus het alternatief is wat jij dan net zegt, dan ga je meteen maximaal. Maar als je als Europa en als Verenigde Staten zegt, wij gaan niet zelf troepen sturen. Hè. Er is nu al gedoe over het steunpakket aan Oekraïne. Ja. Wij leveren wel steun, financieel en militair, maar daar is al discussie over. Dus als je in je eigen maatregelenpakket alleen die sancties hebt en je doet wat jij net zegt, die gaat meteen maximaal. En Poetin luistert niet, ja, dan sta je meteen al met lege handen. Dan kun je niks meer. Ja. Nee, maar oké, nu kun je wel wat, maar het haalt niks uit. Ja. Dus wat is het netto-effect? Ja, maar als president Biden hier zou zitten, dan zou hij zeggen, Jeroen, I'm also not satisfied. Ik ben ook niet tevreden. Die is ook niet blij met hoe dit gaat. Maar er is gekozen om dat inderdaad stapsgewijs te doen. En wat net werd gezegd, om ook die wortel nog erbij te houden. Maar hij zal ook niet tevreden zijn. Maar heeft het al iets
gedaan. Iets ja, het heeft wel zeker iets, wel degelijk iets gedaan. Er zijn natuurlijk, de sancties hebben allemaal effect. Alleen waar we, wat we nu zien na verloop van tijd, we hadden de hoop dat onmiddellijk Poetin zou stoppen, zou schrikken. Hè? Beetje naïef, maar goed, ja. Dat moet het achterliggende idee zijn geweest. Maar wat je nu ziet, hoe langer die sancties duren, zie je dat. Nou ja, de Russische bevolking die accepteert ze eigenlijk niet. Hè? Die ziet eigenlijk de nadelen ervan meer. Hè? Die ziet ons als de vijand. Hè? De McDonald's is uit mijn straat verdwenen. Maar kan je geen hamburger meer krijgen dan? Nou ja, Poetin heeft gezegd, dan gaan wij toch gewoon Russische hamburgers maken. Dus er worden nu letterlijk Russische ondernemers. Hè, verdienen hun brood. De Starbucks is weg, maar er zal wel weer andere koffie zijn. Precies, ja. Dus je ziet dat die sancties dus op termijn minder en minder gaan werken. En dat de Russische samenleving zich erop instelt. Dat ze worden omzeild. Van het begin af aan was helder dat ze niet waterdicht waren. Daar doen maar 40, 50 landen mee, geloof ik. Ja, hoe groot is de wereld? Ja. En je ziet nu al dat er omzeilingen, om routes worden gemaakt om die sancties te omzeilen. Maar zeg je daarmee van je wint niet de harten van de Russen. Eigenlijk staan de Russen daardoor nog iets dichter aan de kant van Poetin. Omdat ze zeggen, ja, de boze vijand is het Westen. Ja, ik vrees dat de sancties vooral bedoeld zijn vanuit zoals onze samenleving werkt. Hè, dat er de middenstand zou in opstand komen. Er zouden politieke partijen zouden tegen Poetin in het parlement. Ja. Maar die zijn er allemaal niet in Rusland. Nee. Er is Poetin, er zijn een stel oligarchen en de rest is arm en onderdrukt. Ja. Er zit niks tussen. Nee. Dus er is helemaal geen aangrijpingspunt voor die sancties. Dus het blijft erbij, we hebben het wel moeten doen om de norm te stellen. Ja. Maar we moeten niet denken dat daar de oorlog mee gewonnen wordt of gestopt wordt. We moeten dus iets anders ernaast zetten. En mijn grote angst is eigenlijk dat die sancties door Poetin in toenemende mate worden misbruikt om te zeggen, kijk eens nou eens, wat het kwade Westen is inderdaad onze vijand. We moeten als volk ons verenigen tegen dat hele Westen dat ons nu ook zelfs nog de McDonald's ontneemt, maar nog meer. Maar gelukkig, wij kunnen ook vieze hamburgers maken, dus dat zo winnen is we dat, nog. Dus dat winnen we. En ten tweede, ik denk dat het meest belangrijke is dat we als Westen en als bondgenoten van Oekraïne ook haar in maximaal gaan steunen. Ja. Ja. Dat doen we nog onvoldoende. Daar kunnen we straks nog even op terugkomen. Maar ik wil toch één element even eruit halen, want dat vind ik gewoon interessant. Jij bent de enige hier aan tafel die Poetin wel eens een hand heeft gegeven. One rechterhand handshake away. Ben je ooit bang voor hem geweest? Nee, want op dat moment hadden we deze oorlog niet. Het is wel duidelijk dat het een man is van een totaal, maar dat geldt voor het hele land. Het is een ander land, het is een hele andere samenleving. Maar ging door het hoofd, je sprak over Navalny. Het is nu verboden om bloemen neer te leggen bij gedenkstenen. Hè, of gedenkplekken voor mensen zijn opgepakt en moeten voor straf het leger in. Ja, en los van het feit dat je de straffen krijgt, maar je wordt gewoon geregistreerd. Hè? Dus een keer raak je je baan kwijt. In Rusland wordt er een keer met je afgerekend als je op zo'n lijst staat. En wat ik nou, als ik mag als voorbeeld, dat me eigenlijk in toenemende mate steeds weer in mijn hoofd spookt. Ik was een keer op Poetins werkkamer en ik keek zo uit over het Rode Plein. En toen zegt hij, komt u er wel eens? Ik zei, nou, ja, ik kom daar regelmatig. Mag ik daar een vraag over stellen? Hij zei, maar natuurlijk. Ik zeg, ik zie dat er, pratend over bosjes bloemen liggen, ik zie dat er bij al die grafstenen van de helden uit de Sovjet-revolutie, dat er eigenlijk maar één altijd vaste prik, daar liggen altijd verse bloemen. Hij zegt, ik weet wat u bedoelt. Dat is de steen van Stalin. Ik zeg, inderdaad, de steen van Stalin. Ik krijg er koude rillingen van als ik eraan terugdenk, want dit is toch een massamoordenaar? Deze meneer heeft toch 30 miljoen mensen vermoord? Maar zei je dat ook even op dat moment? En toen zei Poetin tegen mij, ja, misschien wel 35 miljoen. Maar begrijpt u nou niet waarom die bloemen daar liggen? Ik zeg, nee. Hij zegt, maar dan begrijpt u ons nog steeds niet. Dat is de enige periode in de hele geschiedenis van Rusland waarin de wereld ontzag voor ons had. Waarin er naar ons geluisterd werd. Waarin onze belangen meegewogen werden op het wereldtoneel. En je zag hem bijna wegdromen van God, dat was een mooie tijd. En dan zie je dus dat bloemen leggen bij Stalin tot de dag van vandaag, maar ook al in de tijd dat ik de ambassadeur was, dat was dan. Maar bloemen leggen voor Navalny, daar eindigt het slecht met je. Ja. Gaat eigenlijk over een soort mondiaal minderwaardigheidscomplex. Nou, dat is de spijker op de kop. Ik denk dat we dat allemaal onderschat hebben. Rusland heeft een heel diep en misschien wel 1000 jaar lang minderwaardigheidscomplex. Ja. Nog één klein dingetje hierover. Hanke Bruinslot is onze minister van Buitenlandse Zaken, weliswaar demissionair, heeft dan gezegd van veiligheidsakkoord gesloten met Oekraïne. Duurt 10 jaar,
gaat over militaire steun voor de midden- en lange termijn. Is dit iets of is dit niet? Het is fantastisch dat we Oekraïne steunen. Zeker dat we dat ook toezeggen om over een langere periode te doen. Want de oorlog gaat lang duren, maar de wederopbouw gaat misschien nog wel veel langer duren. Dus dat is goed. Het enige wat ik zou hopen is dat dit niet Nederland alleen is, maar dat we dit als Europese Unie doen. Want je wil Oekraïne met een veel meer steun geven, maar je wil ook zorgen dat er een gecoördineerde steun komt. Dus laat dit voorbeeld gevolgd worden door andere landen, hoop ik. Ja. Inclusief de VS. En dat we Oekraïne veel en veel meer steun geven. Sancties zijn nooit een substituut voor echte militaire steun. Want de oorlog moet gestopt worden in het front in Oekraïne. Enfin, het blijkt dus moeilijk.